Hey, hallo. Ja, ja. Daar zitten we dan. Ja, gezellig, nee. Even, ja, welkom. Dat de ene stelde allemaal welkom. Ja, leuk dat jullie kijken toch nog. En ik heb eigenlijk een wat mindere mededeling vandaag. Dus ik heb toch besloten om te stoppen met dit YouTube kanaal. En dat komt gewoon puur omdat ik heb er hier in dit kanaal heb ik gewoon geen zin meer om de tijd in te gaan besteden. Want ik heb vroeger video's gehad, hè, met de vuurwerk allemaal. Waarin ik dus categorie 1 test van alles. En die video's worden dus één voor één allemaal offline gehaald door YouTube. Dus dan is het voor mij ook van, ja, ik heb er geen zin meer in als mijn werk, waar ik dus tijd aan heb besteed, waar ik plezier in heb gehad, als ik dat gewoon niet meer terug kan vinden. En wat gaat YouTube dan op een gegeven moment doen? Die gaat alles en die gaat je kanaal offline halen. En ik heb het lang genoeg geprobeerd, ik heb met YouTube gesproken, echt alles. En YouTube, die wil er gewoon niks aan doen. Nou ja, dus ik heb gewoon besloten, de video's blijven gewoon allemaal staan. En er komen alleen nog maar game video's online, dat hebben jullie ook al een beetje gezien. Ja, en nog een vuurwerk kan ik gewoon hier niet op uploaden. Dat kan gewoon niet. Ja, of met leeftijdsverificatie en al dat soort zooi. Maar ik wil ook gewoon dat kinderen van 13 en 14 ook gewoon plezier kunnen hebben en kunnen lachen. Al zie ik dat niet, hè. Maar dat wil ik ook gewoon. Want waarom zou ik het anders doen? Ik doe dit niet. Ik doe het ook voor mijn eigen plezier. Maar je hebt er geen plezier meer in als je dus niet hoger komt dan zoveel abonnees. En dan is het beter om met een ander kanaal een nieuwe start te gaan maken. En dat is ook wat wij dus gaan doen. Niet ik alleen, maar er komen ook allemaal andere mensen. Dat kanaal, dat zou, denk ik, over een, voor mij is het nu de 19e, 9 januari. Dat kanaal, dat komt, denk ik, over een weekje online, zoiets. Weet ik niet zeker. Zodra die online is, dan zou ik even hier beneden in de beschrijving zou ik even het linkje zetten van dat kanaal. En dan kunnen jullie daar gewoon verder op volgen. En dan denken jullie vast van, ja, wat kan ik daar verwachten? Ja, heel veel leuke dingen en niet van die stomme kutdingen. Gewoon vuurwerk, magneetvis, maar echt kwaliteit. Alles geëdit, intro, alles. Wat nog meer? Metaaldetectoren, interviews met bekende Nederlandse politie en al dat soort shit. Al dat soort dingen gaan we dus gezellig doen. En ik hoop dat jullie daar ook bij komen zijn. Dus nou ja, sorry voor deze droevige mededeling. Droevig, ja, het is vooral een beetje droevig, een beetje zielig. Ja, oké. Maar het is het ook wel. Ja, hier nog even een mooi filmpje. En dan, veel plezier in het filmpje. En tot ooit.